Hoi, hier is Wouter en welkom bij een video van de, naar mijn mening, de allerslechtste YouTuber van Nederland. Maar goed, vandaag heb ik weer een review video voor jullie. En vandaag hebben we plus appelsap. We hebben vandaag appelsap en ik ga even deze appelsap proberen. Of het een beetje goed naar appels smaakt en ja, of het een beetje lekker is. Ik ga niet in één keer zo uit de fles drinken, want ik heb hier een glas en daar ga ik het in doen. En je weet het wel, hè, met appelsap. Appelsap, daar nam je vroeger mee op school, toen je 12 was of zo. En toen zei je altijd tegen je vrienden van, hier, ik heb een lekker biertje bij me. Terwijl het toch gewoon eigenlijk appelsap was. Maar goed, laten we nu eens even een appelsapje proberen. We maken het dopje open. En het is weer zo'n klote klikding, hè. Kijk, het zijn tegenwoordig allemaal van die klikdoppen. Ik heb echt een pesthekel aan klikdoppen. Ik weet niet wie het ooit bedacht heeft, maar godverdomme, die klikdoppen, die zijn fucking kut. Oké, we doen de appelsap in het glas. Ik ben aan het knoeien, dat gaat allemaal verkeerd, het komt allemaal op mijn broek. Oké, maar we doen de appelsap in het glas. Maar die doppen blijven vervelend, hè? Oké, ik zet die fles wel even hier neer. Hier, ik heb het helemaal op mijn broek geknoeid. En op de bank, dan moet ik dat zo weer schoonmaken. Nou ja, dat doen we zo wel. Maar goed, laten we de appelsap eens even proberen. Het heeft heel weinig geur. Of ik ben verkouden, dat kan natuurlijk ook. Goed, het is een lekkere appelsap. Je proeft ook een beetje een appel. Tenminste, je hebt wel echt zo'n vers appeltje dat je proeft. Dat je denkt van, ik drink een lekker appeltje op. Dus qua appelsap, qua smaak is het goed. Het is ook niet per se heel zoet of zo. Je hebt niet zo'n hele zoete smaak in je bek. Dus dat valt ook wel weer mee. Het glijdt ook heel lekker weg. Dus, ja. Oké, dus mijn conclusie. Je proeft een lekker vers appeltje. Zo'n appeltje. Je proeft een beetje zo'n appeltje dat echt goed in de zon heeft gezeten. En dan lekker een beetje fruitig is. Hartstikke lekker. Het is niet al te zoet. Dus er zit niet heel veel suiker in. Dat scheelt. Er zou vast wel wat suiker in zitten. Maar niet te veel. En het glijdt lekker weg op je tong. Conclusie. De appelsap is goed. Alleen de fles is kut vanwege die klikdoppen, want dan begin je gelijk te knoeien. Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter. En die gaat weer opruimen.